Ja, meneer Kramer, u bent de organist toch van deze kerk, hè? Geweest, meneer Wortelboer. Ja, het wordt een trieste zaak, geloof ik, voor u, hè? Ja, inderdaad. Het is jammer, hè, als je hier zo zit te spelen. Dan is het enige wat er nog leeft en gebeurt in deze kerk. Dat orgel wordt onderhouden en daar wordt nog van alles aan gedaan. Er wordt op gespeeld, opgenomen. Terwijl de kerk eigenlijk al een beetje gesloopt wordt. Eigenlijk al gesloopt wordt, ja, dat kunt u ook zien. Het is een bekend feit in Nederland, middels publicaties in vorig jaar, 67, dat dit orgel eigenlijk een beetje onverkoopbaar blijkt te zijn. Is dat zo? Het is heel moeilijk ergens anders te plaatsen. Het is namelijk allereerst zo enorm groot. Er wordt een groot vloeroppervlak gevraagd en een aantal kubieke meters inhoud. En dat kan hier natuurlijk wel, maar er zijn weinig kerken in Nederland die dat hebben. Verder, het orgel zal eerst hier moeten worden afgebroken. Dat vraagt een grote investering. Dan moet het opgeslagen worden, getransporteerd en dan ergens anders weer opgebouwd en omgebouwd, want het is op het ogenblik pneumatisch. En als het ergens anders gebouwd gaat worden, moet het elektrisch gemaakt worden. Het vraagt een enorme som geld. Ja, ja. En dat kunnen de kerken over het algemeen niet opbrengen. Nee. Zeker niet in deze tijd van afbraak. Mogelijk. Nee, en ook in deze tijd waarin een type orgel als dit niet zo populair is. Hè? Op het ogenblik is het barokorgel of het neobarokorgel erg in, maar dit soort goede romantische orgels, dat toch, daar is veel minder emplooi voor. Ja. Het is een Frans orgel. Het is een Frans beïnvloed orgel, laat ik het zo zeggen. Het is niet typisch Frans. Het lijkt erg veel op het orgel dat hier in Amsterdam ook in de Mozes staat. Het heeft dus een klavier met solo tongwerken en solo fluiten. Ja. Een klavier met strijkers en een echt hoofdwerk en een stevig pedaal. Het is een van de weinige orgels waarop je bijvoorbeeld een finale van César Franck echt kunt uitvoeren. De eerste organist, dat is Jan Nieland geweest. Hè? Dat is toch een bekend kerkmuzikus geweest. Heeft u ook speciaal voor orgel geschreven, voor dit orgel? Ja. Ja? Ja. Hebt u daar iets van? Een stuk Mars Triomfaal, een van zijn beste stukken. Dat heb ik ook op de plaat gezet vorig jaar. Daar kan ik wel een stukje van spelen. Ja? Even kijken hoor. Ik neem aan tenminste dat dat een stuk is wat het orgel goed laat zien, goed laat uitkomen in zijn mogelijkheden. Is dat zo? Ja, ja. U hoort hier een fluitharmoniek viervoet, dat is hem. En begeleid wordt hij door een paar stemmen van het tweede manuaal. Theo, als jij straks de fluit er even bij wil zetten.